Ik ben Colette Schrama. Ik ben 62 jaar oud. Ik had eigenlijk op mijn 60ste gepensioneerd zullen zijn. Ik was anderhalf jaar van mijn pensioen af. Ik was 58,5 toen mijn man stierf. Je denkt van tevoren, als de situatie blijft zoals die is, dus man in leven gewoon, dan ga je gewoon op een gezellige voet verder. Maar omdat het financieel toch wel een beetje in een debakel is geëindigd, moest ik langer doorwerken. Dus ik heb nu nog 2 jaar te gaan. Ik ben op mijn 18e voor de eerste keer getrouwd. Dat huwelijk heeft officieel 24 jaar geduurd. Maar toen het 19 jaar bestond, zijn we al uit elkaar gegaan. Hij is in Australië gebleven en ik ben met de kinderen teruggekomen naar Nederland. En ontmoette toen mijn tweede man. Dus dat was gewoon heel gezellig, heel fijn. En we zijn dus in 88 getrouwd. En dat huwelijk is door de dood beëindigd in 2004. En ik dacht eigenlijk dat ik gewoon het volledige nabestaande pensioen zou krijgen. Maar het ene pensioenfonds doet dat anders dan het ander. Iedereen heeft zo zijn eigen spelregels. En bij het ABP was het dan zo dat de eerste partners ook in die verdeling parten speelden. Dus in plaats van zijn nabestaande pensioen helemaal te krijgen, kreeg ik uiteindelijk maar een kwart gedeelte daarvan. Ja, en dat was gewoon te weinig om van te draaien. Nog een bijzonder aspect daarvan is dat zijn eerste vrouw inmiddels ook is overleden. En dat pensioen is gewoon vrijgevallen. Dus ja, zo had ik me dat allemaal niet voorgesteld. Omdat ik niet zo heel veel financiële actieradius heb, is het gewoon, het is altijd opletten en kijken hoe dat ik het doe. Dus alle luxe dingen en hele bijzondere dingen, ja nou ja, dat laat je. Maar het is niet zo dat ik er diep ongelukkig van word. Het is af en toe hartstikke rot, maar er zijn ook zoveel mooie dingen. En ik kan van heel erg veel kleine dingen ontzettend blij worden. Mijn eerste man, daar ben ik 24 jaar officieel mee getrouwd geweest. Maar aangezien hij in Australië woont en Philips de pensioennemer, ja, als rechtspersoon kiest in deze, moet mijn eerste echtgenoot eigenlijk zijn toestemming geven om mij het ouderdomspensioen te geven. Maar dat doet hij dus niet. En de situatie is dus zo dat ik daar niks van krijg. Het is een soort van onmachtspositie. Ik zou wel dingen anders willen doen of willen regelen, maar ja, het is zoals het is. Ik ben niet zo erg somber. Het enige wat voor mij van invloed is toen ik jong was en ook toen ik met Frans getrouwd was, later is samen en gezellig en leuk. Nou, dat later is er niet. Gek genoeg hoop ik dat het een klein beetje beter wordt. Het is nu echt, moet ik echt de dubbeltjes omkeren. En ik hoop dat ik dan, omdat ik dan ook AOW erbij krijg, dat het gewoon iets meer ruimte geeft. Maar dat weet ik nog niet voor 100% zeker.